Er zijn op dit moment ongeveer 7 miljard mensen op de wereld. En naar verwachting is dat in 2050 9 miljard. Al deze mensen moeten eten. En zowel nu als in de toekomst. Met die ontwikkeling van de toename van het aantal mensen is er nog iets anders. Mensen worden tegenwoordig steeds welvarender. En wat er gebeurt als mensen rijker worden en meer geld kunnen besteden aan eten, dan gaan ze ook veel meer dierlijke proteïne eten. En dierlijke proteïne is bijvoorbeeld zuivel, eieren en vlees en vis. En we hebben tegenwoordig ook steeds meer eisen die we stellen aan bijvoorbeeld productiemethoden, bijvoorbeeld meer diervriendelijke productiemethode. Het echte intensieve veeteelt, daar zijn we in Nederland in ieder geval tegen. En dat is natuurlijk wel een probleem, want hoe gaan we heel veel meer mensen voeden? En met andere productiemethoden, want we willen het hele intensieve willen we niet meer. Dus met nieuwe eisen, gekeken naar onder andere dierwelzijn. Zijn er mogelijke oplossingen? Ja, er zijn oplossingen. Er is veel onderzoek wordt er gedaan. Natuurlijk zijn er ontwikkelingen richting biologisch. Maar kunnen we daar de wereld mee voeden uiteindelijk? Dat weten we niet. Er zijn de meningen over verdeeld. Heel intensief, daarmee zou het lukken. Maar ook daar zijn de meningen over verdeeld, omdat monocultuur ook niet goed is voor biodiversiteit. Dus we zitten eigenlijk ook een beetje naar een tussenweg te kijken. En dat is veel meer zorgvuldig intensief of bewuster teeltmethode. En daarnaast is er een hele andere mindset die je kunt hebben. Bijvoorbeeld richting insecten eten. Dat zijn ook dierlijke proteïnen. En je kunt denken aan kweekvlees. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Maar iets heel eenvoudigs wat we nu zelf ook al kunnen gaan doen is kijken naar voedselverspilling. Want op dit moment wordt er in hele productieketen, dus van boer tot bord en daarna, ongeveer 30% voedsel verspild. En dat wordt dus niet gegeten, terwijl het wel gegeten had kunnen worden. En dat is natuurlijk essentieel. Je zegt mindset en je zegt insecten. Ik vermoed dat dan wel wat weerstand zal zijn. Ja, dat is zeker weerstand. Dat is ook heel erg leuk om te zien. Af en toe laten we mensen insecten eten om er kennis mee te maken. En de gezichten, de ene is heel nieuwsgierig ernaar, de andere die zijn heel erg huiverig. En het is echt leuk om te zien hoe mensen ermee omgaan. In andere landen, niet-westerse landen, wordt gewoon al vaak insecten gegeten. Maar zeker voor Nederland is dat echt een ontzettende mindset die anders moet. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Hoe zou je dat voor elkaar kunnen krijgen? Nou, het heeft te maken onder andere met andere angsten die je mogelijk zou kunnen hebben. Want als we niet veranderen, dan is het heel moeilijk om de wereld dus te voeden. En mensen die vanaf nu zouden horen van, nou, vlees wordt onbetaalbaar of vlees met de huidige productiemethode zou niet meer beschikbaar zijn. Iedereen vegetariër, dat zijn ook oplossingen die af en toe gegeven worden. Ja, dat denk ik dat ook wel angsten zijn van mensen. En dan zijn ze misschien, als ze dat ene beseffen, misschien ook wel bereid om wat meer richting andere oplossingen te kijken. En bijvoorbeeld wel eens een keertje naar een insect willen kijken als optie. Belangrijke uitspraak is altijd, onder druk wordt alles vloeibaar. Dus naarmate de tijd vordert en de druk groter wordt door het aantal mensen op de aarde, komen waarschijnlijk de oplossingen, maar dan zijn we misschien weer te laat. Ik denk niet dat we te laat zijn. We moeten echt wel richten op meer produceren met bijvoorbeeld minder grondstoffen, minder water, minder ruimte. Want als we 9 miljard mensen straks hebben, die moeten gewoon ook ergens wonen, leven, recreëren en zich verplaatsen, dus infrastructuur. Dus we hebben minder ruimte te besteden. We hebben uiteindelijk veel meer water wat we moeten delen. Dus er moeten heel veel oplossingen gezocht worden. Nou, er wordt veel onderzoek naar gedaan. En die zullen we uiteindelijk wel vinden. Alleen het is echt wel dilemma's om dat dus te doen met andere wensen. Dus diervriendelijk produceren of richting biologisch, minder gewasbeschermingsmiddelen. En ondertussen wel de hoeveelheden produceren die we nodig hebben. En het reduceren van verspilling.